bij de achteruitkijkspiegel met mijn collega Luc. Hallo. Die ik achter het stuur heb geparkeerd van een Lotus Emira. Die heb ik te leen. Ik heb hem in een test met de Alpine A110 GT. Het verhaal van GTO. Dus daarover later meer. Maar Luc, dit zijn jouw eerste meters in de Emira. Ja. Letterlijk, hè? Je rijdt recht op een bus af die op de verkeerde helft staat. Maar het voelt lekker sportief. Maar dat is natuurlijk een understatement. Ja, het is uiteindelijk wel een Lotus. Het is een hardcore apparaat natuurlijk. Wat... Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel veel met Lotus. Nee? Nee, voor mij is Lotus een team wat vroeger in de Formule 1 heel succesvol was. Met mooie John Player Special, zwart goud erop. Ja. Dat was een sigarettenmerk. Voor de jonge kijkers, sigaretten dat zijn van die dingen die stop je in je mond en dan zuig je aan. Maar, en dan ook zo, en die Colin Chapman, dat was de chef van het raceteam, die was altijd maniakaal op zoek naar lichtere auto's. Ja. Dus een hele bekende uitspraak van die mannen die toen Lotus reden was van, als ik word ingehaald door mijn eigen achterwiel, dan weet ik weer dat ik in een Lotus zit. Maar dit voelt hartstikke leuk aan. Ja, dit is eigenlijk wel een monumentale Lotus, want het zou zomaar de allerlaatste Lotus met de verbrandingsmotor kunnen zijn. En wat voor eentje van jouw favoriete merk notabene, Luc? Objectief, ik heb geen favoriet merk. Nee. Honda is ook leuk. Ja. Nee, Luc heeft een sluimerende voorliefde voor Toyota. Dat, nou ja, dat is op zich niet slecht, want die maken best aardige auto's. En Lotus heeft de motor geleend van Toyota, want achter ons, daar gerond, een 3,5 liter V6 met compressor, dik 400 pk. Dat voel je wel, denk ik. Zo. Hij is ook lekker bijterig met de remmen. Ja, het is best wel tricky, want het is 5 graden, het wegdek is nat, we rijden op semi-slicks die nog ijskoud zijn. Dus het zijn niet de meest ideale omstandigheden voor deze auto. Maar goed. Ik ga even softs halen. Nee, maar goed. Even als je het over Japanse motoren hebt. We hebben natuurlijk... Marco heeft deze week kennis gemaakt met de Type R van Honda. De Civic. Dat is ook wel een apparaat. Maar ook die prijs is ook niet voor de poes. Het was iets dik 70? Of? Ja, 80 bijna. Ja, bijna. Ja, 79 volgens mij. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Maar ja. Auto's zijn sowieso wat aan de dure kant. Ik geloof dat de gemiddelde prijs van een nieuwe auto, wat is het, dat is nou 43.000 euro of zo. Ja. En het wordt volgend jaar nog erger dat die BPM naar boven gaat. Ja. Dus het is wel een beetje zorgelijk. Maar ik vind het wel leuk, de tegenstelling van deze week in het nieuws, van Honda met zijn de Type R. Maar aan de andere kant, zij zetten ze ook behoorlijk in op waterstof. Met een fuel cell CRV die is aangekondigd. Ja. Dus dat is best wel, zijn ze breed bezig. Denk jij dat dat de juiste strategie is? Ja, waterstof is een beetje laat. Wordt op dit moment een beetje natuurlijk voorbijgestreefd door die EV-stroom. Ja. Dus ja, je kan natuurlijk niet overal... Hier links moet dan dat lamp dood. Ja. Je kan natuurlijk niet overal volop inzetten als fabrikant. Nou, hoewel die Japanners... Toch zijn er merken die... Het is verbrandingsmotoren en daarna EV's. Maar veel Japanners, inderdaad, Honda en Toyota, die zetten heel breed in. Zo. Dat heb je niet op Zandvoort. Nee. Nou, daar heb je al een dippie, maar niet zo erg. Nee. Hij wil wel, die aandrijflijn is fantastisch hoor. Ja, lekker. Handbakkie. Leuk geluidje ook. Ja. Ja. Ja, geniet er nog maar van, zolang het kan. Ja, want ja. Lotus gaat ook volledig elektrisch. Straks met die SUV. En nog weer wat andere dingen. Ja, Lotus, ik weet nog niet zo goed wat ik... Ik vind het een leuk merk, want het is natuurlijk even wat anders dan... Het is absoluut een exoot. Ferrari of Porsche of the usual suspects. En dit is ook echt voor Lotus begrippen best wel een
een luxe auto. First edition, alles erop en eraan. Ja. Tot en met elektrieke stoelen aan toe. Kijk eens aan. Maar ja, het maakt hem niet lichter natuurlijk. Dus ja, de lightness die moeten wij toevoegen. Ja, dat wordt lastig. Maar over elektrisch gesproken, ja. die hele stortvloed van EV's, op station wagon gebied was dat natuurlijk een stuk minder. Alleen die MG5 die kon je dan als volledig elektrische station. Maar Opel, komt nu met de Astra Electric Sports Tour, is aangekondigd begin 2023. Hij heet ook echt Electric, hè? Electric, voluit. Ja, Electric. En dat is hoog tijd natuurlijk dat er in die geliefde station wagon markt meer aanbod komt in EV's. Ja. En nou ja, dan komt de 308 versie komt er natuurlijk ook aan, dus dan is er echt wat meer keuze. En ja, als ik zo zie de cijfers van wat dat kost aan bagageruimte, valt dat nog heel erg mee. Dus ik denk dat het een goede zet is. Trouwens, zijn we nou beland? Jeetje mina zeg. Ik denk dat ik maar even een rondslinger. Ja. Maar over Opel gesproken nog even. Ja. Weet jij, kijk, Opel Astra Electric Sports Tour, dat klinkt wel even, hè? Dat is een mond vol. Maar de voorganger van de Astra, de station wagon versie van die auto, weet je hoe die heette? Daar hebben we het over de Cadet. Zekers. Ja, dat was de Caravan. Heel goed, de Caravan. Dus Cadet Caravan of Opel Astra Electric Sports Tour. Dat is nogal een verschilletje. Best wel. Weet jij trouwens, over wist u datjes, waar de naam Caravan vandaan komt? Behalve dat een caravan is. Ja. Maar denk jij dat dat ook de reden is dat ze hem Caravan hebben genoemd? Ik heb geen idee. Het verhaal gaat dat toen Opel, of in Engeland dan Vauxhall, toen ze dat ding Caravan gingen noemen, dat de Engelsen zich afvroegen, is this car a van? Caravan. Geweldig. Ik geloof je zo. Ja, het is eigenlijk te mooi om het te laten verpesten door de waarheid. Ja, dus zeker. Laten we dat zo. Lekker stug dan. Lekker wakker worden zo hoor. Ja. Ik ben er al een beetje aan gewend, want ja, we hebben ook nog, want je staat nu in Tour, hè? Dus dat is we zijn op Tour, hè? We hebben nu vereenvoudigde prestatie, volgens het scherm. Ja. Je staat nu in Sport, dan heb je wat meer uitlaat sound. En heb je al in de achteruitkijkspiegel gekeken, als jij gas geeft, dat er wat beweegt achter jou? Is dat misschien een spoiler? Nee, het is geen spoiler, het is... Moet je even goed kijken? Even recht, ik moet hem even recht zetten. Ja, zet hem even recht. Zo, de knetters. Het gasklep. Jeetje. Een gasklep zie je op en neer. Ja, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is even leuk. Gaaf, hè? Wauw. Dat is wat je noemt beleving. Dat vind ik nou mooie details. Nou, beleving. Je kan veel van deze Emira zeggen, maar niet dat er geen beleving in zit. Nou, ik heb hem dus in die test en ik ben er nog niet helemaal uit. Het is best wel een beetje een rauw ding hoor. Of tenminste, lastig te doorgronden, want hij heeft natuurlijk zijn motor daar liggen. Besturing voorop, daar drukt niet zoveel op. En het is een handful. Ja. Zoals de Engelsen dan zo zeggen. Ja, even voorzichtig aan, Het is een heel ander beest dan die Alpina 110. Die is wat toegankelijker, wat aaibaarder. Maar wat kost dit? Dit kost vanaf 1,5 ton. Vanaf, ja. Als je dat dan vergelijkt met zo'n 110, goed, die is minder vermogend. Is ook letterlijk iets kleiner. Maar ja, het concept is hetzelfde, middenmotor en ja, van een niet alledaags merk. Ja, die is er vanaf, ik meen, 60.000, 70.000. Dus eigenlijk voor het geld van één Emira heb je twee Alpina 110's. Jezus. We hebben het steeds over geld, joh. Het loopt helemaal uit de hand met die autoprijzen. Moeten we daar niet een stelling over lanceren? De autoprijzen moeten naar beneden. Dat is een beetje kort door de bocht. Ja. Ja, weet je, het is... Een petitie op de website zetten? Ja. Die kan tekenen? Nou, misschien moeten we daar eens even wat grondiger over nadenken. Wat we daar aan kunnen doen. Want het wordt voor Jan met de pet. Daar zit hij.
wordt het wel een beetje onbetaalbaar. Nieuwe auto's en occasions worden natuurlijk ook duurder. Alles wordt duurder. Ja. Nee, we laten we niet op deze negatieve toon eindigen. Nee, want het is Sinterklaas. Het is Sinterklaas natuurlijk, ja. Het is Sinterklaas weekend. Ik vind dit wel een aardig cadeau. Dan neem jij één Emira en neem ik twee A110's. Oké, deal. Zullen we daar ook de stelling van maken? Stel, jij had de keuze. Er staan twee Alpine A110's voor je klaar, 300 pk, de GT's. Of één Lotus Emira met dik 400 pk. Wat zou jij doen? En on that bombshell, ga je maar links. Hé, die fietsers zijn ook geel. Jeetje. Hey mensen. Tot de volgende keer en een fijne Sinterklaas. Fijne Sinterklaas en een mooi weekend.